Goedemiddag, gemeente. Kinderen, ouderen, jongeren, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee J. van den Os uit Spijkenisse. Het Bijbelgedeelte wat gelezen gaat worden deze middag is uit Psalm 56. En het thema van de preek is Gods vaderlijke zorg. Nog één mededeling namens de kerkraad. Willen we u nog op patent maken dat de 19e aanstaande woensdag er een oefenavond is voor het zingen in de kerk. U wordt alle hartelijk uitgenodigd. Kerkraad wenst u alle een gezegende dienst. Verheft uw harten tot God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. In de naam van de drie-enige God is onze hulp en onze enige verwachting. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De
eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 34, het negende vers. Psalm 34, het negende vers. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij ons geloof. En wij zingen als antwoord daarop Psalm 106, het 24ste en het 26ste vers. Een psalm geschreven vanuit de diepte, vanuit de verdrukking van de vijand. En dan zingen we in het 24ste vers: nochtans was God met hem begaan. Nochtans, een belangrijk woord in het woord van de Heere, nochtans. Hij zag hun angst, hun tranen aan. En ook het 26e vers vanuit Psalm 106. En spreekt u, spreek jij in uw en jouw hart mee. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Thank you.
Zullen we samen bidden, vragen om de zegen van de Heere en het werk van zijn Heilige Geest in deze dienst. Zullen we samen bidden. Waaruit kennen wij u, Heere? Een vraag die elke zondag weer gesteld wordt. Een vraag die we onszelf misschien stellen. Waaruit kennen wij u? Hoe kunnen wij u leren kennen, dieper en beter leren kennen? Het antwoord geeft onze belijdenis onder andere als het zegt dat wij u onder andere kennen in het boek van de natuur. En Heer, als we vandaag, maar ook vorig weekend, dan zien naar de natuur, dan zien wij de kracht alleen van wind, de kracht van de natuur. En dan is dit nog maar een klein gegeven vergeleken met zoveel andere zaken van de natuur in deze wereld. Maar als de natuur al spreekt van u, van uw machtige handen, dan zien wij ook vandaag uw macht. Dat de wind die we vandaag ervaren mogen slechts een fractie is van uw macht. Van uw hoogverheven majesteitelijke macht. En Heere, dan raken wij, als we dat gaan zien, in verwondering, onder de indruk. Als wij uw macht gaan zien, een fractie daarvan, dan brengt dat ons op de knieën en dan zien we onze eigen kleinheid. Heere, hoe groot zijt gij. Maar u, de drie-enige God, die ons in deze dienst ook wil ontmoeten, die machtige Heere, wil ons ontmoeten. Ziet naar ons om, ook hier vanmiddag in Veenendaal. Ook hier in dit kerkgebouw. Die machtige God zoekt op ons allen en roept steeds weer, roept steeds om ons hart en ons leven. En Heere, wilt u dan werken vanmiddag opnieuw? Zoals u al zoveel jaren in deze gemeente wil werken, wilt u dan met uw geest waaien? Laat het dan net zo krachtig zijn als de wind buiten. En nog veel krachtiger dan dat. Dat uw geest ons leven doorwaait. De muren die ons hart omgeven, verbreekt. En alles wat wij mensen gebruiken om u buiten te houden, Heere, laat het geen stand houden als u met uw geest gaat werken. En wilt u daar dan vanmiddag een aanvang in nemen? Wilt u daar vanmiddag mee beginnen? En laat dat doorwerken. Heere, want u zet ook vanmiddag deze kerk onder hoogspanning. Het is niet zomaar iets, een kerkdienst. Maar het is de ontmoeting van de drie-enige God met zijn gemeente. De drie-enige God zoekt mensenlevens die van nature van hem afgekeerd zijn. Maar die roept hij elke keer weer. Elke keer als dat woord opengaat. Als u gaat spreken door uw woord. Dan vraagt u om ons. En Heere, wilt u dan door de koorden van liefde van de geest ons tot u trekken? Voor het eerst misschien. Misschien zijn we hier vanmiddag gekomen met tegenzin. Misschien omdat het hoort. Een goede gewoonte. Maar het woord heeft nog niets in ons leven gedaan.
Het spreekt ons misschien niet aan, het woord. Misschien spreekt de vorm niet aan waarop wij deze diensten beleggen. Maar heren, als u gaat werken, dan gaat u werken. En wilt u dat vanmiddag doen? Wilt u dat zo krachtig doen dat wij u verheerlijken? Dat wij u verhogen in alles. Dat ons leven ook mag spreken van het wonder van genade. Dat u zondige mensen opzoekt. Dat u genade in Jezus Christus schenken wil. Voor mensen die het niet verdienen. Voor mensen die het van nature niet waard zijn. En Heer, als we daarop gaan zien. Als wij gaan zien hoe groot uw liefde is. Heren, dan zingen wij met Paulus mee het loflied. Het loflied met de kerk van alle eeuwen. U zij alle eer, halleluja. Heren, zegen deze dienst vanmiddag. Zegen de gemeente die u hier gesteld hebt met alles wat er gedaan mag worden in het jaar. Het gemeentelijk werk, het ambtelijk werk. Zegen ook dominee Van der Ree en zijn gezin die hier mogen werken. Zegen de kerkenraad. Zegen alle. Het hele gemeentelijke werk. Het verenigingswerk. Het catechetisch werk. Alles. Het evangelisatiewerk. Dat er uw genade uit mag spreken. En dat velen nog tot u geroepen worden. En Heere, maak ons dan zodat we u niet meer kunnen buiten houden. Dat we ons niet meer kunnen verzetten. Maar dat u alles wordt in allen. Heer, en zo hebben we veel te bidden en veel te vragen. Maar dat mogen we ook doen. U leert ons zelf bidden. En dan begint het met die woorden, onze Vader. En dat zijn al woorden die alles zeggen. U bent de Vader in de hemel, de Vader in de Heer Jezus Christus, van uw kerk en van de gelovigen. En door Jezus Christus mogen wij bidden, onze Vader. U wil onze Vader zijn en strekt u dan uit met die liefdevolle vaderhanden, zorgzaam. Ook als we hier zitten met een bezwaard gemoed. Als we onszelf niet waard vinden. Als we zitten met de vraag, is het dan ook voor mij? Maar ook als we hier zitten met vragen en zorgen. Misschien de afgelopen week. Misschien de periode hiervoor. Heren, dat er zorgen zijn. Over onszelf. Over het gezin. Over geliefden. Heer, en dat wat ons bezighoudt. En hoe kan dat ons soms zo bezighouden? Heer, dat kunnen we niet bij de drempel van de kerkdeuren neerzetten. Maar laat het ook vanmiddag geen belemmering zijn om door uw woord, om door uw geest getroost te worden. Heer, zegen allen hier in de kerk, zegen ook allen die meeluisteren via de kanalen die daarvoor beschikbaar zijn. Heren, laat merken dat uw zegen niet alleen aan de lichamelijke aanwezigheid die in de kerk gebonden is, maar dat ook de zegen van uw geest door alle kanalen die daarvoor beschikbaar zijn uitgebreid wordt. Dat ook thuis of op een andere plaats gemerkt mag worden, de Heere is hier en de Heere zoekt ook mij. En Heer, als we dat al bidden, dan zeggen wij al woorden van dank, van verwondering. En mag dat dan ook het gemoed en de sfeer en de toon zijn van vanmiddag, van de verwondering over uw genade. En dat bidden wij, niet omdat wij dat verdienen, maar alleen in de naam van Jezus Christus. Amen.
Wij lezen vanmiddag uit Gods woord uit het psalmboek, psalm 56. Psalm 56. De schriftlezing vanmiddag kunt u vinden in psalm 56. Een gouden kleinoot van David voor de koorleider. Op duif op verre eiken. Dat is waarschijnlijk de melodie geweest. Toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Wees mij genadig, o God. Want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken. Want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. In God prijs ik zijn woord. Op God vertrouw ik. Ik vrees niet. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? De hele dag verdraaien zij mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij scholen samen, zij verbergen zich. Zij letten op mijn voetstappen, omdat zij loeren op mijn leven. Zouden zij bij zoveel onrecht vrij uitgaan? Stort de volken neer in toorn, o God. U hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan ze niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen op de dag dat ik roep. Dit weet ik. Dat God met mij is. In God prijs ik het woord. In de Heere prijs ik het woord. Ik vertrouw op God. Ik vrees niet. Wat zou de mens mij kunnen doen? O God, op mij rust de geloften aan u gedaan. Ik zal ze aan u met dankzegging nakomen. Want u hebt mijn ziel gered van de dood. Hebt u niet mijn voeten voor struikelen behoed? Zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levende. Tot zover. De tekst voor de verkondiging van vanmiddag vindt u in het gelezen gedeelte Psalm 56, het negende vers. Psalm 56, vers 9, waar David, geleid door de Heilige Geest, schrijft. U hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan ze niet in uw register. En wij zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 102. Psalm 102, het eerste en het zesde vers, waarin we onder andere zingen, biddend tot de Heere, ai, veracht mijn tranen niet. En ook het zesde vers, maar gij, Heer, zult eeuwig blijven. Psalm 102, vers 1 en 6. Als inleiding op de verkondiging.
Na de verkondiging zingen wij uit de berijming van ons tekstvers uit Psalm 56. Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen nieuw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard? Psalm 56, het vierde vers na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie is de Heere? Als ik het u zou vragen, om de vier ogen of in het algemeen, wie is de Heere? Of om het nog persoonlijker te maken, wie is de Heere voor u, voor jou? Wat zou u dan zeggen? Wat zou dan uw antwoord zijn op die vraag? Wie is de Heere? Ik denk dat ik dan heel verschillende antwoorden zou krijgen. Heel uiteenlopend, afhankelijk van leeftijd, van omstandigheden, van de geschiedenis van het leven. Er kunnen heel veel verschillende antwoorden gegeven worden. Wie is de Heere? Misschien zegt iemand: de Heere, dat is mijn redder, de zaligmaker, die in Jezus Christus naar deze wereld gekomen is en zichzelf aan het kruis op Golgotha gegeven heeft, ook voor mijn zonde. Terwijl een ander zegt: de Heere, die heb ik gezien, leren kennen als de Almachtige. De God die omziet naar deze wereld. Die deze wereld gemaakt heeft en niet losgelaten heeft. En ook mijn leven niet losgelaten heeft. Maar bij wie ik gemerkt heb in mijn leven dat zijn macht mijn leven in handen heeft. Hij is de Almachtige. Terwijl een ander zegt: ik heb juist in mijn leven de Heere als een vader leren kennen. Een vader die er voor mij gezorgd heeft toen ik het moeilijk had. Toen ik het nodig had en mensen misschien minder of niet naar mij omkeken en niet naar me vroegen. Dat ik toen heb leren zien: iedereen kan me verlaten. Maar de Heere blijft als een vader voor me zorgen. Of misschien zegt u, zeg jij: de Heere blijft voor mij toch altijd de grote onbekende. Ik heb het wel geprobeerd, maar het lukt me niet. Ik begrijp hem niet. Met alle dingen die in mijn leven gebeurd zijn, of in de dingen die ik om mij heen zie gebeuren, kan ik het niet begrijpen wie hij is. Ik krijg het niet bij elkaar. Misschien zegt u: de Heere, dat is eigenlijk de grote vreemde voor me. Ik heb wel heel vaak in de kerk gezeten en misschien bent u er ook vanmiddag. Maar nee, het heeft me nooit iets gedaan. Wie is de Heere? De Heere is zo groot. En zijn woord is zo rijk dat er verschillende perspectieven kunnen zijn die elkaar niet uitsluiten, maar die elkaar juist aanvullen over de vraag: wie is nou de Heere? En vanmiddag krijgen wij vanuit Psalm 56 één van die perspectieven te zien. Het perspectief die David hier in Psalm 56 voor het voetlicht haalt. David heeft meerdere psalmen geschreven waar hij meerdere kanten van de Heere laat zien. Maar vanmiddag legt hij met nadruk de aandacht op de kant van de Vader. De zorgende Heere. Die in de moeilijkheden en de diepte van het leven hem niet verlaten heeft, maar voor hem gezorgd heeft. En als David dat mag zeggen, als de Geest dat in zijn woord doorgeeft,
dan heeft dat ons ook vanmiddag heel wat te zeggen en te leren. Thema voor de verkondiging van vanmiddag is Gods vaderlijke zorg. En David gebruikt daarvoor drie beelden in vers 9. Drie beelden voor Gods vaderlijke zorg. De eerste is die van het telraam. Gods telraam. Het tweede is die van de tranenkruik. Of tranenfles. En de derde is die van Gods register. Dus Gods vaderlijke zorg, Gods telraam, Gods tranenkruik of tranenfles en Gods register. Psalm 56 is een psalm die we heel vaak zingen. Vaak de laatste versen, de versen 4 en 5 en 6, zijn bekend en ook geliefd in de kerk. En misschien merkt u dat ook dominees vaak deze psalmversen opgeven. Ze spreken van Gods redding, van Gods zorg. En het spreekt ook iets van het gevoel dat in ons leven kan heersen. Wie de Heer is, dat ik hem kan roemen om alles wat hij gedaan heeft en om alles wat hij is. Maar als we aan het begin lezen, dan lezen wij al dat deze psalm geschreven is in de diepte. David schrijft deze psalm niet op de toppen van het leven, als het goed gaat en die de zegen van de Heer ziet, maar hij schrijft deze psalm in de problemen. En die problemen, daar lezen we over in vers 1. Als David schrijft, toen de Filistijnen, dat is het opschrift, hem gegrepen hadden te Gat. En misschien kent u die geschiedenis. Dat is te vinden in 1 Samuel 21. Waar we lezen dat David bij de Filistijnen is gekomen. David is in deze tijd op de vlucht. Want Saul is erachter gekomen dat hij David gezalfd is door Samuel tot koning. En Saul zoekt daar heel veel achter. Saul ziet mijn troonopvolger staat al op me klaar. En waarschijnlijk is het zo, omdat hij nu al gezalfd is, dat David dus uit is op een opstand. David wil koning worden in mijn plaats. En dat gaat hij waarschijnlijk nu al doen. En dus probeert Saul David te grijpen en David om het leven te brengen. En daarom is David op de vlucht. En daar op de vlucht maakt hij heel veel mee. Onder andere een periode bij de Filistijnen. Want wat is er gebeurd? David is in het land gekomen en daar opgepakt. En zijn status is hem ook vooruitgesneld. De Filistijnen weten precies wie die is. En waarom weten ze dat? Omdat ze hem herkennen. Want de Filistijnen zijn in deze tijd de aartsvijand van Israël. Die twee konden niet met elkaar, maar waren ook steeds met elkaar in strijd. In oorlog. Permanente oorlogsstatus was het tussen die twee. En daarom herkennen ze David van het strijdveld. De grote generaal van Israël, over wie de mensen hadden gezongen, dat hij tienduizenden verslagen had. Ja, het waren wel tienduizenden van hen. Tienduizenden mannen van hun volk. Dus die Filistijnen weten wel wie die is. En misschien zullen ze handen wrijvend tot koning Achish van Gat gekomen zijn. Koning, we hebben nu een trofee in handen. De hoogste, de grootste generaal van Israël. Wat gaan we met hem doen? Zo'n belangrijk persoon hebben ze nog nooit in handen gehad. En David weet dat ook. En het is onzeker. Onzeker wat er nu gaat gebeuren met hem. Onzeker wat de Filistijnen nu gaan doen. En de Filistijnen waren ook geen lievertjes. Dat ging er niet zachtzinnig aan toe.
En David is angstig. En hij verzint een list. Hij gaat zich als een waanzinnige gedragen. Hij gaat krabben aan de poorten en de deuren. Hij laat het speeksel zo uit zijn mond lopen, zo zijn baard in. En de Filistijnen zien hem en die denken, is dit nou de generaal van Israël? Is dit hem? Geen wonder dat Israël hem niet meer moet. Daar kunnen we niets meer mee. Geen informatie. Geen trofee. En koning Achis ziet het gebeuren en die zegt, ja, wat moet ik ermee met deze man? De grote David, die zich verlaagt naar dit niveau. En dat alles uit angst. En in deze tijd schrijft hij Psalm 56. En uit de psalm spreekt ook die angst. De angst spreekt eruit. Wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag willen ze me opslokken. Bestrijders heeft hij, onderdrukte. Het beeld wat hij gebruikt in vers 6 en 7, dat is alsof een roofdier zit te wachten op zijn prooi. En dan denkt David aan de Filistijnen, maar dan denkt hij ook zeker aan Saul. Hij denkt, ik ben een prooi voor hem. Als een roofdier zit hij te wachten. En wat doet dat met een mens? Als je dat weet. Als je dat beseft. Als u eraan denkt, als u het was. Als jij het was die in zo'n situatie leeft. Wat zal het met een mens doen? Continu in angst. Er zijn verhalen in het echt, maar ook in de vorm van spellen, waar mensen achtervolgd worden, gejaagd, opgejaagd worden. En wat zeggen ze dan? Dat ze vermoeid raken. Dat het slopend is. Waarom? Omdat ze steeds moeten uitkijken. Steeds achterom kijken. Zitten er geen verklikkers? Zit er niemand die me kan verraden? Continu argwaan. Kan ik die wel vertrouwen? Die paranoia. Het maakt je vermoeid. En vooral de wetenschap dat je niemand kan vertrouwen. Ook David zal dat gehad hebben. Maar toch niet helemaal. Want, zegt hij in deze psalm, mensen kan ik niet meer vertrouwen in deze situatie. Maar er is één iemand met een hoofdletter die ik altijd kan vertrouwen. Eén iemand met een hoofdletter die precies weet hoe mijn zwerftocht geweest is. Mensen konden me niet vinden, Saul kon me niet vinden en zijn troepen ook niet. Maar er is Eén iemand die precies weet waar ik zat. Die precies weet in welke situatie van het leven ik me nou bevind. En dat is de Heere. David zegt, hij heeft mijn omzwervingen geteld. Een telraam. De Heere heeft een telraam in de hemel, zegt David. Waarop hij mijn zwerftocht bijhoudt. En we weten waarschijnlijk allemaal wel wat een telraam is. Vaak voor kinderen bedoeld om te leren tellen. Van die houten balletjes die je aan de ene en aan de andere kant kan schuiven. En David zegt, de Heere heeft ook een telraam in de hemel. Waarop hij mijn weg bijhoudt. Welke weg ik ook ga. De Heere weet het. En voor David is dat een troost. En daarom moest hij, geleid door de Heilige Geest, ook deze woorden schrijven. Waarom? Omdat deze woorden ook voor u, voor jou en voor mij
tot troost kunnen zijn. Nee, we zijn misschien niet op de vlucht. We herkennen misschien niet de situatie waarin David zich nu bevindt. Maar als we dat breder trekken en wat figuurlijker opvatten als de weg van het leven. En ik zou u vragen, hoe is de weg van het leven in uw leven gegaan? Wat is uw levensgeschiedenis? Dan kunnen ook daar heel verschillende antwoorden op gegeven worden. Dat u zegt, nou, als ik eerlijk ben, gaat het goed. Ik kan de dingen doen die ik graag wil doen. Ik mag de dingen graag doen. Mijn leven is kalm, er gebeurt niet zoveel. Mijn reis kan ik gewoon vervolgen. Mooi als je dat mag zeggen. Of misschien zegt u, nou, ik merk nou eindelijk sinds korte tijd dat ik echt op de goede weg zit. Het was een hele tijd zoeken van wat is nou de weg? Ook de weg met de Heer misschien. Maar ik heb het idee dat het nu echt goed is. Dat ik de onzekerheid achter me gelaten heb en dat het nu goed is. Misschien op de weg terug. Of misschien is het zo dat u zegt, nee, ik ben de weg kwijt. Mijn leven is weg. De weg met de Heer, ik ben hem kwijtgeraakt. Ik dacht misschien het te hebben. Ik dacht misschien de zekerheid te hebben. Maar toen gebeurde dit. En ik was het kwijt. Het was niet zoals ik dacht dat het was. Heel verschillende wegen kunnen mensen gaan. En David zegt dan, ook vanmiddag door het woord van de Heere. De Heere heeft mijn omzwervingen geteld. Mijn weg gezien, bijgehouden, actief bijgehouden. Want David heeft dat niet door nadenken geleerd. Maar voor David is dit een geloofsbelijdenis. David zegt eigenlijk, dit heb ik leren zien in het geloof. Mijn levensweg in de diepte heeft de weg van de Heere gekruist. Ik kan dit zeggen, omdat ik heb gezien in goede en in slechte tijden wie de Heere is. Kunt u dat ook zeggen? Kun je dat met David meezeggen? Kunt u dat meezeggen? Ik geloof dat de Heere mijn weg ziet, mijn weg weet, mijn weg bijhoudt en zijn ogen als zogezegd er niet van losmaakt. Geloof ik dat? Geloof ik dat? Ook als ik heen en weer getrokken word. Dat betekent het woord omzwerving hier letterlijk. Heen en weer getrokken worden. David werd heen en weer getrokken. En zo kan het in mijn leven ook zijn. Dat ik in de goede momenten dit wel geloof. Maar kan je dit dan ook geloven als het moeilijk wordt? Als ik heen en weer getrokken word. Ja, maar hoe kan ik dat dan geloven? Hoe kan ik dit nou zeggen? Dat de Heere me ziet. Met alle U-bochten die ik gemaakt heb. Met alle scherpe bochten. Met alle omkeringen. Noem het maar op. David zegt, ik heb hem leren kennen. In het geloof als de God die zo is. En het Nieuwe Testament spreekt er ook van. En dat wil de Heere vanmiddag ook zeggen. Hoe weet je nou dat ik je zie en weet wat er in je omgaat omdat ik mens geworden ben?
De almachtige God werd mens in de Heer Jezus Christus. Als teken van zijn nabijheid, als teken van zijn trouw. En hij zegt, ik heb je weggeteld. Geloof je dat? Met alle gevoelens. En dan komen we ook bij het tweede. Want David gebruikt nog een ander beeld. Hij zegt, hij heeft mijn tranen opgevangen. Een tranenfles. In die tijd een heel gewoon iets. Tranen werden opgevangen als teken van liefde. Als teken van rouw. Mensen vingen hun tranen op om daarmee hun liefde te laten zien voor de ander. En David zegt, de Heer heeft ook zo'n tranenfles. Zo'n tranenfles waarin die mijn tranen opvangt. En daar zit me een verdriet in. Het verdriet van David. Het verdriet van David van angst. De tranen van wanhoop. Heren, waarom? Waarom moet het nou zo gaan? Heren, waarom zo ver? Ik zie mijn familie niet eens meer. Heren, ik weet niet hoe het verder gaat. De toekomst, het is onzeker. Ik weet het niet. Tranen van een opgejaagd dier. En David zegt, al mijn tranen vang de Heere op. Actief. Opvangen. Hij doet ze erin. In die tranenkruik of tranenfles van hem. Hij vangt mijn tranen op. Welke tranen? Tranen van geluk. Een bijzondere gebeurtenis die ik heb meegemaakt. Tranen van geluk. Bij de geboorte van een kind. Kleinkind. Tranen van geluk als je kijkt naar wat de Heer je geschonken heeft. Tranen van dankbaarheid. Of tranen van gemis. Iemand uit mijn eigen familiekring. Een geliefde. Misschien nog heel recent. Uit het leven genomen. Misschien veel minder recent. Dat mensen zeggen, ja, je moet er toch wel eens een keer overheen zijn. Het is toch al zo lang geleden. Je moet het wel een plekje gegeven hebben. Makkelijk zeggen. Tranen van gemis. Tranen van gemis dat ik niemand heb. Eenzaamheid. Dat ik iemand graag zou willen die met mij door het leven gaat, maar ik het niet vind. Of ik die wel gevonden heb. Misschien ermee getrouwd ben. Maar ik alsnog eenzaam ben in mijn eigen huwelijk. En alsnog heel veel mis. Tranen van pijn. Over mijn huwelijk dat stuk liep. Tranen van pijn. Vanwege de pijn die ik heb. Met mijn gezondheid. Met iets wat me aangedaan is. Of wat me overkomen is. Tranen van moedeloosheid. Omdat ik zelf niet weet wie ik ben. Omdat ik zo onzeker ben over mezelf. Omdat ik mezelf misschien haat. Om hoe ik eruit zie. Om wie ik ben. Dat ik een hekel heb aan mezelf. Ik zie het heel vaak. Die onzekerheid. Perfectionisme. Dat kan je opbreken. Het kunnen tranen zijn over jezelf. Het kunnen tranen zijn over een ander. Dat u hier zit. Maar dat het misschien enkele jaren geleden nog anders was. Dat er kinderen naast u zaten. Kleinkinderen die u in dit gebouw misschien kon zien.
maar die er nu niet meer zijn. Die misschien niet haatdragend zijn tegenover de kerk, maar gezegd hebben, het zegt me niet. Dan doet zo'n lege plaats pijn, als ze andere wegen zijn gegaan. Het kunnen ook geestelijke tranen zijn, van berouw. Als ik zie wat de Heer me steeds wil geven, wat Hij me wil schenken. En ik hoop dat u deze tranen ook kent. Als u kijkt naar de Heer en dat u denkt, wat breng ik ervan terecht? Wat zet ik er tegenover, tegen zoveel genade en liefde? Daar zet ik tegenover schuld, zonde, lauwheid. Momenten dat ik niet eens voor zijn naam wil uitkomen. Heel veel tranen. En David zegt, de Heere zegt, die tranen heb ik opgevangen. Die tranen van u, van jou, zijn niet verdwenen. Ze zijn niet in een zakdoek verdwenen of in een kussen verdwenen. Ze zijn niet weggegooid, ze zijn niet vergeten. Maar de Heere zegt, ik heb ze voor je opgevangen. Ik weet van je verdriet. Van je geluk. De almachtige God in de hemel, die deze wereld gemaakt heeft, wil zo nabij komen en zeggen, zie je? Zie je het? Ik weet wat je meemaakt en hou je daarom ook niet groot. Ja, maar echte mannen huilen niet. Onzin. En als u erbij nadenkt, alsof we dat voor de Heere kunnen verbergen. Alsof de Heere alleen maar aan de buitenkant kan zien. En ook niet weet wat er binnenin ons omgaat. Voor David is dit troost in zijn situatie. Niet oppervlakkig. En daarmee bedoel ik dit niet ten nadele van. Therapeutische troost kan het ook zijn. Dat je zegt en denkt misschien, nou ja, gelukkig, er denkt nog iemand aan me. Ja, maar dat is het niet. Dat moet niet de troost zijn. Dat iemand aan me denkt. David zegt, er is niet iemand die aan me denkt. De Heere denkt aan me. En opnieuw. Is dit een geloofsuitspraak, een geloofsbelijdenis? Heren, op de dag dat ik vrees, in mijn diepste dalen vertrouw ik op u. Dit is voor David niet de schrale troost, maar echte geloofstroost. En is dat dan ook al voor mij dat zo? Is het voor mij zo dat ik met David mee kan zeggen en verwonderd raak? Als ik zeg, Heren, u hebt mijn tranen gevangen en gedaan in uw kruik. U was erbij. U hebt het gezien. Terwijl het misschien voor een ander verborgen was. Maar dan heeft het misschien ook een keerzijde. Dat we ons misschien ook kunnen afvragen. Zou de Heer ook een tranenkruik, een tranenfles van zijn eigen tranen hebben? Over mij. Over mijn ongeloof. Over mijn hardnekkigheid dat ik het niet wil. Over mijn lauwheid als ik de Heer ken, maar er zo vaak bij neerleg. Dat de Heer moet huilen over mijn zonde. Zoals hij dat deed bij Jeruzalem. En u kunt de plaats nog steeds bezoeken. Dominus Flevit. Uitziend op Jeruzalem lezen we in het woord dat Jezus huilde. Over de zonde van Jeruzalem.
tot Jezus helde in Gethsemane. Waarom? Omdat hij moest gaan. En waarom? Voor u, voor jou, voor mij. Hij ging. En het heeft hem strijd gekost, tranen gekost. Om de oorzaak van al die gebrokenheid, waardoor wij die tranen kunnen hebben, weg te nemen. De Heere zorgt. Zelfs nog dieper dan David is afgezakt. De Heere huilt over mij. En als u dit ziet en dit hoort, wat doet dat met u? Wat doet dat met jou? Dat kan je toch niet onbewogen laten als je dit hoort en ziet? Breng dat niet op de knieën. En zegt: Heere, ik verdien het niet. Maar als ik uw genade en liefde zie, ben ik verwonderd. Verwonderd. Ook als ik zie dat u mijn tranen opvangt en mij niet los wil laten. Ook al ga ik ver van u weg, dat ben ik van nature. Ik ga weg, ik hoef met de Heer, ik zoek mijn eigen weg wel. Maar David zegt, in het geloof zie ik. God vangt mijn tranen op en heeft zelfs tranen voor mij gelaten. Wat doet dat met je? Wat doet dat met uw leven? Want David zet er ook klem op en dan komen we bij het laatste. Als David het heeft over Gods register. En daarbij bedoelt hij Gods boekhouding. Gods kasboek. Misschien zegt sommigen dat wel wat. Misschien heel wat, kasboek. Als je het naar vandaag zou moeten halen, een hedendaags voorbeeld, zou je kunnen zeggen een Excel-bestand. En wat doe je daarmee? Nou, dat kan heel verschillende dingen, maar hoe David dat hier bedoelt is dat de Heere alles bijhoudt. Alles. Mijn tranen, mijn omzwervingen, alles. De Heere houdt alles bij. Maar waarom zegt hij dit dan? David zegt dit omdat dit voor hem bepalend is. Hij zegt dit omdat hij weet, de Heer heeft een register. En de Heer gaat zijn register niet eindeloos aanvullen, maar de Heer komt op een moment dat hij zegt, we gaan er een streep onder zetten. We gaan de balans opmaken. En wat staat er dan onder de streep? Voor David is dat iets waar hij naar uitziet. Iets waar hij naar verlangt. Want hij weet, dan gaat alles anders worden. Dan gaat al die onvolmaaktheid verdwijnen. Dan gaat mijn hele situatie anders worden. Dan gaat mijn omzwervingen, wordt een weg naar huis. En dan worden mijn tranen afgewist. Ik vind mijn weg terug. Al de onvolmaaktheid uit mijn leven weg. En volmaaktheid is dan mijn deel. Als de Heere op dat moment zegt, we gaan de balans opmaken. En David weet ook wat er dan aan de andere kant gaat gebeuren. De mensen die nu zeggen, ja, we hebben de Heere niet nodig en die zelfs de kerk vervolgen, dan weet David, dan gaat het anders worden. Die zullen voor de Heere komen te staan. Voor de Heere Jezus. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En de Heere zal dan ook alles omdraaien. Voor David is dat een moment waar hij naar uitziet. Waar hij naar verlangt.
En daarmee zet hij ook deze dienst onder hoogspanning. Want David zegt dit, het woord van de Heere zegt dit, opnieuw. Zoals het hele woord van de Heere onder die spanning staat. Er gaat een moment komen waarop de Heere afrekening gaat houden. Waarop hij het eindbedrag gaat berekenen. En wat zal er dan onder, op mijn balans staan? Ben ik er klaar voor om hem te ontmoeten? Zie ik met David uit naar dat moment? Want staat er dan een regeltje onder? Want op die balans staat vaak allemaal minnen. Allemaal rode cijfers. Maar de Heere zegt, als je mij kent, als je mij gelooft, dan staat er net boven de streep die regel, gekocht door Jezus Christus, volkomen betaald. En dan wordt het bedrag nul. Thuis gekomen. Voor David is dit iets waar hij naar uitziet. En als de Heere zou terugkomen, hoe zal dat dan voor mij zijn? Wat zal er onder de streep op mijn rekening staan? Staat er dan net boven die streep ook dit deze mens, deze man, deze vrouw, deze jongen, dit meisje, gekocht, betaald door de Heer Jezus. Dan heb je geen angst. Al kunnen deze tijden angstig zijn. Maar dan mag je naar uitzien. Hij komt terug. Ik ga naar huis. Een huis waar geen tranen meer zijn. Waar ik niet hoef te zwerven. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Hij zal me nooit opgeven. Als dat je leven is, heb je een gezegend leven. Als je dit nog niet kent, zoek de Heere terwijl Hij nog te vinden is. Amen.
zullen wij samen danken en bidden. Heer in de hemel, als dat onze geloofsbelijdenis mag zijn, dit weet ik vast, hier twijfel ik niet aan. God zal mij nooit begeven, God zal mij nooit opgeven, Hij zal mij nooit verlaten. Als dat onze geloofsbelijdenis mag zijn, wat een gezegend leven mogen we dan hebben. Als we met David mee mogen zeggen, ik weet dat de Heere mijn omzwervingen geteld heeft, waar ik ook heen mag gaan, of ik de weg nou gevonden heb of kwijtgeraakt ben. Hij heeft mijn tranen opgevangen. En Hij leidt mij. Hij leidt mij naar dat moment waarop Hij terugkomen zal. En waarop ik volkomen thuis zal zijn. Vrij van alle zonde, vrij van alle gebrek, vrij van al mijn tranen en moeite. Heere, wat troost biedt U in de Heer Jezus Christus voor mensen die het niet waard zijn, maar die U toch ook vanmiddag dit woord weer aanbiedt. Heere, wij danken U voor alles. Wij bidden U of U dit woord wil zegenen in onze harten en in onze levens, dat het vrucht mag dragen. Vrucht voor Uw aangezicht. Zegen ons verder deze zondag. Breng ons veilig thuis. Geef ons nog een goede avond en ook een goede week, waarin we dat mogen zingen en belijden. Op maandag, op dinsdag, op alle andere dagen van de week. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Amen. U mag nu uw gave geven aan de dienst van God. Geven wat wij van Hem ontvangen hebben. En wij zingen als onze slotzang Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust. Psalm 42, het derde vers, naar de collecte.
dan heen en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.